Hallo, alles aan je dit toch? Ik heb ook even kinderstokjes besteld voor hem natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Welkom dames en heren, welkom bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jap Hiep. En wat we vandaag gaan doen is, we gaan uit eten, we gaan lunchen. Dus we gaan lunchen in Vianen. Dat is een sushi restaurant die vandaag niet normaal mooi weer. Dus ik ga misschien ook gewoon na het eten even kijken wat we kunnen doen. Dus ik neem jullie mee. Dus voordat we gaan beginnen, zet een duimpje omhoog. Zet een leuk comment onder en abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Met wie we gaan eten, dus, laat ik zo meteen zien. Jullie kennen en al. Dus ik hoef alleen niet te filmen. En dan, jullie weten het al. Ik heb er echt zoveel zin in. Het is niet normaal mooi weer, zoals ik net zei. Ik heb er echt veel zin in. Dus ik hoop dat jullie genieten van deze vlog. Dan zie ik jullie zo meteen. Hey. Stap in. We zijn nu met Stijn. We moeten nu even snel Thomas ophalen. Dus dan gaan we daar even heen. We hebben nu nog 20 minuten, omdat Jenny weer zo lang moest omkleden. Dus ja, dat dus. Dus we gaan zo snel op de heen rijden. Hey Thomas! Welkom, stap in. We zijn heel erg op tijd. Ja, kom even toch. Laat je beugel eens zien. Oh ja, alleen boven. We zijn nu aangekomen, we gaan nu naar binnen lopen. Dus we hebben er echt veel zin in. Lekker lunchen met Stijn. Okay, we zitten nu allemaal te zitten hier, we gaan nu even bestellen. Stijn mag eerst natuurlijk. We hebben ook even kinderstokjes besteld voor hem natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Hij kan deze natuurlijk niet gebruiken. Of hij gaat een vork gebruiken, dat kan ook nog. Nou, maar dat kan niet. Geen vork, dus beter kinderstokjes natuurlijk. Ja. Heb je opgesteld? Ja. Oké, okay, let's go To. Oh, je hebt er twee gekregen van die. Mm-hmm. Ja. Oei. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Geen inkomsten. Als ik. Oké. Okay. Ik mag natuurlijk geen muziek onder mijn video doen die copyright zijn, dus ik heb even muziek uitgedaan. Dus. Oké, zijn we klaar met eten? Ja, klopt. Dus hoe vonden jullie het eten? Het is lekker. Ja, was heerlijk. Cijfer 1 tot 10? Cijfer 8. Ja, 8. We gaven ook een 8 bij die feedback. Ja. Dus dat was wel een goeie. Toch? Ja. Alleen weet je, die sushi stukken waren zo groot. Echt ja. Zo of zo. Ja, klopt. En ze hebben er best veel suiker in gedaan volgens mij. Want als je in rijst veel suiker doet, word je sneller vol. Ja. En hoeveel rondes hebben wij het volgehouden? 6. Nee. Hij zegt al 6. Toen was het 4,5. Ik had ook 4,5. Nee, dat was al 3,5. Oh, 3,5. Ja, ik had ja 3,5. Wij hadden 4. 3,5 wil ik. Ja, Stijn en ik hadden de 4 natuurlijk. Ik had ook nog patat besteld op het einde. Want... Ja, hoe kan je dat? Hoe kan je dat eten tijdens sushi? Altijd patat. Oh, echt wit. Nee, joh. Oké, nu gaan we onderweg naar. We gaan wel huis. Nou, we gaan even Stijn eraf brengen en Thomas. Ja. En dan in de avond gaan we weer blijkbaar het eten, heb ik gehoord, omdat mijn oom heeft ons uitgenodigd. Oeh, ik zie mezelf niet eens. Mijn ogen zijn helemaal dicht, maar oké. Okay. We zijn nu even bij Thomas aangekomen. We gaan even wat halen hier. Maar wat gaan we eigenlijk precies halen, To? Rijst. Jullie horen het. Tuurlijk. Dankjewel. Wel eens een koekje kijken of ik de goede koekje eruit haal. Ja? Ja? Heb je lekker gegeten? Oké, dat is mooi om te horen. Dat is fijn. Thomas gaat thuis blijven, wij gaan zo meteen weg. We gaan even kijken wat we kunnen doen in deze mooie weer. Misschien even basketbal of zo. Nee? Waarom niet? Sporten. Wat? Nee, ik weet niet of niet. Ik wil gewoon bestellen. Ik wil naar naartoe. Nee, ik wil niet kijken per se. We willen naar die. Kijk, Jenny wil naar die IKEA om een bank te halen, maar we kunnen hem gewoon online bestellen. Nee, ik wil kijken. Plan. En ik wil ook een spiegel halen en ook een tafel halen. Nee, dan kan je beter kijken, dat is wel leuk toch? Ja, zie. Ja, super mooi weer, dan gaan we naar die IKEA. Ja, lekker. Ja. Oh. Oké, okay, we gaan het wel even kijken. En zie, ga ik even zo naar buiten. Ga ik wel zelf basketbal. Oké, ik wil deze weer delen. Doei! Oké, dames en heren, die mensen die reis mee die gekregen hebben. We moeten even Stijn de kofferbak open doen ofzo. Of jij niet? Maar ik doe. Ja. Is het zwaar? Ja, best wel. Hoeveel kilo is dit, denk je? 20. 20, oké. Okay. Doe je het ook in de sportschool toch? Maar dat is zwaar, toch? Ja, klopt.
Oké. Ik kan hem net openen nu. Ja? Ja. Ja, ja. De jas zit hier nog in. Ja, van gisteren. Ja. Oh. We zijn nu onderweg. Ik hoop dat je niet meer goed ziet, ja, denk ik wel. Ja. We zijn nu onderweg naar de IKEA om te kijken wat we kunnen kopen voor mijn kamer. Want mijn hele kamer is dan natuurlijk nog niet helemaal af. Dus ik wil even het belangrijkste wat ik wil gaan kijken is vandaag een bank. Ja, sorry dat ik een beetje naar de weg kijk, maar als jij zo doet, dan kan ik niet meer kijken. Zo. We zijn op zoek naar een bank die ook in een bed kan veranderen. Dus dat is wel fijn. Dus stel mensen komen logeren bij ons, kan diegene gewoon op de bank slapen die in een bed kan veranderen. Dat is heel makkelijk. Dus we gaan even eerst langs de IKEA. En daarna gaan we basketballen, denk ik. Even kijken. Zodat we om 7 uur gaan we ongeveer uit eten. Dus voordat 7 uur ongeveer terug zijn. Ja, sowieso. We doen er max een uurtje over in naar IKEA, denk ik. Ja, om alleen te kijken. En dan ga ik daar gewoon jullie meenemen natuurlijk. En dan wil ik ook zo naar buiten gaan, want ik vind het echt lekker weer. Echt heel mooi weer, echt mooi buiten. Weer. En ik wil al een paar dagen geleden wat al sowieso basketballen buiten maken. Geen tijd, dus vandaag is de enige tijd dat ik kan doen voor jullie. Vandaag had een vriend van mij ook mij gevraagd om naar Asian V te gaan. Of je Fine Asian, nou ik spreek volgens mij, Fine Asian om 10 uur begint tot 4 uur. Maar ik denk serieus dat ik dat niet ga doen en dat ik dat niet ga halen die tijd. Dus ik denk niet dat ik ga, anders als ik ga neem ik jullie wel mee. Dus ik denk het niet. Sorry kijkers. Oké, we zijn nu de tafels aan het kijken met Jenny. Ditte, hoeveel kost deze tafel? Ik weet niet. Even kijken naar de prijs. 60 euro, maar ja, hij wiebelt wel een beetje veel, hè. Zie je dat? Ja, dit is nog vlak glas. Dit is echt mooi. Nee, maar het is te laag. Ja, je wilt toch lage tafel? Ja, maar het is toch lage bank? Dat zie je niet. Zoiets kan ook. Dit. 9 euro. Huh? 9 euro? Alles is alleen dit toch? 9 euro voor deze. Ja, is dat alleen maar 9 euro? Hier. Dit is 7 euro. Is dat hetzelfde of niet? Ja, dan kunnen we net zo goed beter zo in tafel halen. Ik vind dat mooi. Ik vind het wel mooi. Deze. Ziet er toch vet uit? Voor 9 euro. Oké, we zijn nu aan het kijken voor spullen van de badkamer. Dus we zijn van de bank. Oh, kijk, hier kan ik het zeggen weten. We zijn van de bank naar de stoelen gegaan. Nee, bank, tafel, spiegel zijn we ook geweest. En nu zijn we bij de douchespullen, want dit hebben wij nog niet in de douche. Laat maar even zien aan hem wat het is. Kijk, nu zitten alle shampoo spullen en zo op de grond. Ja, klopt. Maar als we dit hebben, dan kan je zeg maar zo erin klikken en dan kan je shampoo spullen erin zetten zodat ze op de grond zitten. Dat is veel beter. Ja, klopt. Toch? Ja, zeker. Maar nu zit het kijken deze op deze. Ja, ik zeg je eerlijk, deze ziet er zo standaard uit. Oh, wacht, niet zo. Deze lijkt wel leuker. Denk ik. Ja? Ja, hoeveel kost die? 10 euro. 10 euro. Deze. Ook 10 euro. Ook 10 euro. Oh, ja, dan lukt met die gaan, denk ik. Deze? Ja. Nu gaan we zo meteen even kijken of die bank gaan we sowieso niet kunnen meenemen. Dus nemen we gewoon de tafel mee. En de spiegel misschien, maar ook we gaan die bank bestellen. Dus we gaan even kijken. Ik begin een beetje moe te worden van die sushi. Ik ben zo erg vol. Dus ja. We hadden net die bank. Oh ja. We waren net bij de bank, maar die bank is veel te groot voor je in de auto. Ja, klopt. 140 centimeter als je die moet goed horen. Maar de auto, die BMW, is te laag. Dus hij kan sowieso niet erin. Dus nu gaan we even kijken voor de tafel. Dan nemen jullie mee met elkaar. Kijk. Ziet er goed uit. Waar? Hier? Oh, dat zijn hele grote kasten. Oké. Wacht, 0. Stelling 0. 1, ik zit er nog voor. Oh, daar, ik zie stelling 1 daar. Helemaal in de verte. Oké, we gaan natuurlijk bij de IKEA gewoon ijs halen. De ijs is gewoon hier zo goed. 1 euro. Voor een soft ijs. Gaan we niet nog eentje halen? Deze. Ja? Of iets anders? 2 toch? Ik wil. Of iets anders? We hebben net dit gehaald. Jenny heeft natuurlijk chocola weer gehaald. En we hebben dit gehaald zoals ze zei. En de tafel. En, en de bank. Die gaan we bestellen. Dus die komt volgende week binnen. Denk ik. Ligt eraan wanneer die binnenkomt besteld. Dus hierna gaan we naar huis. Gaan we nog een basketbal. Gaan we vanavond weer eten. Dus de bank komt volgende week. Als die binnen is gaan we het even laten zien. En zo, we zitten nu lekker te genieten van ons ijsje.
Juist. Gaat dit lukken? We hebben alleen deze, hè? Ja, alleen stel, deze we hadden nog die bank. Nee, die bank. Jullie zeggen nog dat die bank er is of wat? Ja. Nu even de kaart terugbrengen. Dan gaan we naar huis. Eindelijk, oei. Oké, dames en heren, we zijn nu op het basketbalveld weer. Dus Jenny gaat een paar shots gooien. Mijn stem is een beetje weg, dus dat jullie dat even weten. Zie je hem eens? Oké, okay. Jenny, kan je passen? Ja. Voor jullie, dames en heren. Ja, het is moeilijk met één hand. Oké, okay. Stop even. Kijk, heel wistje. Jenny, hier is dat. Oh, oké, zo nu gaat die. Kom maar, ik doe het wel. Hou haar vast. Die maar zei, oh, een beetje over. Oh, mijn laatste schot. Oké, dames en heren, we zijn net tijd aangekomen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Zet dan een duimpje omhoog. Zet een leuke comment onder en abonneer op mijn kanaal. Ik heb nog steeds een schoolstem, zoals jullie horen. Dus ik kon helaas niet alles filmen. Omdat ik vind het best wel zwaar om nu te praten. Ik weet niet, ik heb al één dag ongeveer voor. Ja, gisteren had ik in de avond heel erg last van mijn stem. En lijkt alsof ik mijn stem gewoon weggaat morgen. Dus dat is... Nou, dat is wel voelt. Als ik ga lachen, dan... Oh, je dit. Maar oké. Ik zie jullie graag volgende keer met een goede nieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd... Peace out. Ciao.